Het is weer tijd voor een Trump-update. Je telt pas mee als je een bijnaam hebt gekregen van president Trump. Dus Crooked Hillary, Lying Ted, Little Marco. Je hebt zelfs een soort bijnaamgenerator op het internet waarbij je je naam kunt intikken. En dan verzinnen ze een soort Trump-achtige naam voor je. Als ik dat doe, dan verschijnt er Demented Eric. Maar heel veel kandidaten van 2020 hebben nog niet zo'n bijnaam gekregen van president Trump. Behalve één, en dat geeft wel iets aan, denk ik. Sleepy Joe is de bijnaam die de president verzint voor Joe Biden. En die lanceerde hij, die bijnaam, op Twitter en aan de telefoon bij Fox News natuurlijk. Like, for example, if I say the word Joe Biden, one or two words. Well, I think we're calling him Sleepy Joe because I've known him for a while and he's a pretty sleepy guy. He's not going to be able to deal with President Xi, I will tell you. That's a different level of energy and, frankly, intelligence. Sleepy Joe dus, slaperige Joe. Ik snap niet zo goed waar die bijnaam vandaan komt eigenlijk. Want hoewel Biden heel oud is, 76, komt hij nogal kwiek over. Maar goed, het geeft aan dat Trump heel erg let op wat die Biden aan het doen is. Biden is nu een paar weken presidentskandidaat en hij doet het goed in de peilingen. Sterker nog, als er vandaag verkiezingen zouden zijn, zou hij Trump met gemak verslaan. Democratische kiezers weten precies wie Biden is. Ze voelen dat ze hem echt kennen. En ze denken ook met heel veel plezier terug aan de tijd dat hij vicepresident was onder Barack Obama. En heel belangrijk, Biden zet zich af tegen Trump. Only thing stands in our way is our broken political system that's deliberately being undermined by our president to continue to abuse the power of the office. Donald Trump is the only president who's decided not to represent the whole country. The president has his base. We need a president who works for all Americans. And we can afford this. Biden kreeg iets voor elkaar wat al die andere democraten niet lukte. Hij wist Trump te ergeren en daarmee zijn aandacht vast te grijpen. Dat deed hij op twee manieren. Nummer 1. Als eerste maakt Biden een groot punt van Charlottesville. Er was daar 2 jaar geleden een mars van witte nationalisten die allerlei onaardige dingen riepen over bijvoorbeeld Joodse Amerikanen. Er was ook een tegenmars georganiseerd door antifascisten. En iemand reed met een auto in op die tegenmars en daarbij kwam een vrouw om het leven. President Trump zei een paar dagen later dat er aan beide kanten goede mensen meeliepen. En dat viel bij heel veel Amerikanen verkeerd. En Biden begon er weer over, al was het een verhaal van een paar jaar geleden, in zijn aankondigingsvideo. He said there were, quote, some very fine people on both sides. Very fine people on both sides. With those words, the President of the United States assigned a moral equivalence between those spreading hate and those with the courage to stand against it. Biden wilde ermee bewerkstelligen dat de kiezers Trump weer in een soort moreel daglicht zagen. Dus niet van, oh ja, het gaat toch goed met de economie, er zijn geen oorlog, nou, het gaat wel oké. Nee, wacht eens even. Heel veel mensen vinden die man gewoon een verkeerde vent en daar wilde Biden hen op wijzen. En het werkte, want Trump werd er meteen naar gevraagd, begon er weer over, wrong zich weer in allerlei bochten. Het was geen goed moment voor Trump. I was talking about people that went because they felt very strongly about the monument to Robert E. Lee, a great general, whether you like it or not. Dat was de eerste manier waarop Biden wist om het bloed onder de nagels vandaan te treiteren bij Donald Trump. De tweede manier was om het te hebben over de steun van de vakbonden. Die vakbonden zijn hartstikke links, maar in 2016 gaven heel veel arbeiders in Amerika hun steun aan Donald Trump. Biden zegt dat Trump niets gedaan heeft voor de gewone man in Amerika. Hij zegt dat hij eigenlijk de echte voorvechter is van de vakbonden. En hij kreeg ook meteen bij zijn bekendmaking de steun van de vakbond voor brandweermannen. Een belangrijke bond die in 2016 niet achter Hillary Clinton ging staan. En dus een beetje het midden hield. Ja, Clinton of Trump, het maakt ons niet uit. Maar dus nu gekozen heeft voor Biden. Dat steekt de president en Biden wrijft dat lekker in. I make no apologies. I am a union man. Period. Ja, en Trump reageerde daar meteen op. Hij stuurde allerlei tweets van mensen die zeg maar zeiden, ik ben ook een brandweerman, maar ik ben tegen Joe Biden. En wat dit allemaal aantoont is dat het werkt. Dat Biden iets losmaakt bij de president. Want waar Trump nooit iets zegt over Pete Buttigieg of Kirsten Gillibrand, heeft hij het wel opeens over Uncle Joe en dat Uncle Joe slecht zou zijn voor Amerika. I think we beat him easily. I just feel like a young man. I'm so young. I can't believe it. I'm the youngest person. I am a young, vibrant man. I look at Joe. I don't know about him. I don't know.
Luister, we hebben nog een heel lange weg te gaan tot de verkiezingen. Die zijn pas over 15 maanden. Maar dit zou wel eens een voorproefje kunnen zijn. Biden versus Trump. Wat denk je? Heb je daar zin in? Tot zover deze Trump-update. Meer informatie over de strijd om het Witte Huis in 2020 vind je in onze podcast. Die kun je downloaden waar je maar podcast vindt. En ik zie je graag weer volgende week.